De Eenshop Thuis is al aan zijn 20e seizoen bezig. De voorbije thuisdag kent opnieuw heel wat succes. Ik ben wel eens benieuwd wat het succes doet van deze populaire soap. Ik zit nu bij Tina Marevoet, beter gekend als Pauline. Dag Tina. Zeg Tina, wat doet het succes van Thuis nu bij jongeren? Heel veel, denk ik. En ik stel me nog altijd de vraag waarom dat jongeren zoveel kijken. Maar dat heeft natuurlijk ook met de jongere personages te maken, waarin dat ze dan een voorbeeld zien. Ik denk dat de combinatie hier ideaal is, dat je leeft met de ouderen mee, maar er komen altijd ook nieuwe generaties. En het feit dat ze die ook laten samenspelen met de ouderen, Louieke, Yvette, dat is ook zo schoon om te zien. Voilà, mijn oma is daar ook ontroerd door en die vertelt dat dan ook tegen mij. Van, Louieke, doe dat ook schoon. Dus de ouderen zijn gecharmeerd door de jongeren, hoor. Voilà, ik zit nu bij Katrien de Ruijsger, beter bekend als Judith. Dag Judith. Hallo. Wat doet het succes nu van Thuis bij jongeren? Ik denk dat we daar allemaal heel blij mee kunnen zijn. En ik denk dat het is omdat er heel veel jongeren zijn die zich herkennen in de thema's die in Thuis behandeld worden, dat een beetje het succes is. Ja. Zoals in de blok zitten en dat herkennen studenten zich wel in, denk ik. Dus ik denk dat ze vooral ook wat proberen te zoeken dat er vele generaties zijn. Gelijk Stan en Emma zijn dan mijn kinderen, dat zijn de jongeren. Dan heb je Louis en Jana, dat zijn al iets ouder. En ik denk dat ze zo vooral alle generaties wat proberen in te vullen. Jullie zijn de idolen van jongeren. Zijn jullie zich daarvan bewust? Goh, ik denk dat dat heel goed meevalt. Het meeste merk ik daar op sociale media. Is dat toch een punt waar je toch het contact met jongeren wil blijven aangaan? Ja, ik ga nooit, ook niet in tijdschriften of zo, echt het achterste van mijn tong laten zien. Maar ik vind het wel fijn om zo hen eens te laten zien van waar dat je mee bezig bent. Ik wil echt ook de echte laten zien. En niet alleen degene waarvan ze denken die daar het superleven heeft. Allee, ik heb onlangs een foto gepost van een half gezicht geschminkt en een half gezicht ongeschminkt. Voilà. En ik had ook gezegd van voor alle mensen die zich ooit onzeker voelen, het is niet omdat je op tv komt dat je dat zelf ook niet hebt. En we zien er allemaal niet zo perfect uit als dat lijkt. Dan merken we dat wel. En ik merk wel zo in de straat hoeveel mensen er soms u aanspreken. Maar wij zijn natuurlijk heel blij dat het zo succesvol is. Hè? En nu is natuurlijk ook sinds dat de iPhones en alle dingen er zijn, heel vaak selfies en heel vaak op de foto. Heb je nog een bepaald levensmotto eigenlijk voor de jongeren? Van, niet stilzitten, blijven doorgaan? Of? Ja, dat vind ik wel. En vooral ook heel enthousiast blijven en heel nieuwsgierig blijven en heel veel nieuwe dingen willen leren. En ik denk, als je openstaat voor heel veel zaken, dat je heel ver kan brengen in het leven. Voilà, dat is heel mooi. Dank wel, Katrien. Voilà, zeg, graag gedaan. Voilà. Samen met vele jongeren kijk ik heel erg uit naar de seizoensfinale van Thuis. Dit was Dries Giljaert voor Mediaavond WZW vanuit de Manhattan Studios in Leuven.